Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Vandaag gaan we een blush met power gel nagel maken. Een korte verlenging, een square nagel. Dit gaan we maken. Kijken jullie weer mee? Ik ga beginnen met het plaatsen van mijn schabloon. Dit doe ik met de high-tech schabloon. Ik zet mijn schabloon neer. En ik plak hem vast. Nu ga ik grofweg kijken, zit het schabloon goed? Zit hij in het midden? Of staat hij scheef? Ik kijk vanaf de zijkant. Ik zet mijn schabloon in de bolling. En dan pas ga ik de oortjes stellen. En dan kan ik ze knippen. Ik heb de oortjes geknipt. Ik ga het schabloon nu terugplaatsen. Ik zorg dat mijn schabloon eerst helemaal goed staat voordat ik hem dichtknijp. Kijk vanaf de zijkant. Ik zet hem in de bolling. En ik knijp hem dicht. Ik ga mijn verlenging maken met de Power Gel Extender. En voordat ik dat doe, breng ik mijn bond aan tot halverwege de nagel. We gaan namelijk nog de verlenging navijlen voordat we de blush op gaan zetten. Dus dan is het net zo makkelijk om de bond halverwege aan te brengen en na het veilen nog een keertje bond op de rest. Ik leg mijn power gel op het einde van de natuurlijke nagel. En deze ga ik eerst plat maken. En als ik hem plat heb, verdeel ik hem naar links. En ik verdeel hem naar rechts. Ik ga over mijn bol heen staan en duw hem daaraan, zodat we een mooie aansluiting krijgen op de natuurlijke nagel. Het overige product dat verdeel ik nu mee naar voren. De nagel is 10 seconden in de lamp geweest. Ik ga nu het schabloon nog even een klein beetje aanknijpen, zodat we hem mooi kunnen pinchen. Ik knijp hem nu iets smaller. En nu geef ik hem de volledige uithardtijd. De nagel die is klaar. We gaan nu het schabloon verwijderen en dan gaan we hem nog heel eventjes navijlen. Ik knijp hem aan de onderkant. Ik maak de oortjes los. En ik haal het schabloon naar beneden. En dan zie je eigenlijk al een hele mooie C-curve verschijnen. We zijn nu klaar met het veilen, dus nu gaan we de blush aanbrengen. Ik kies vandaag voor de blush Attitude. Daarvan leg ik een klein druppeltje neer. En zo poets ik mijn inpoetslaagje erin. Deze doe ik over de hele nagel. Mijn inpoetslaagje die is uitgehard. Nu ga ik de Mystical Shimmer aanbrengen, omdat we een leuk glittereffect gaan maken. Ik heb de Mystical Shimmer Purple en die lak ik over de gehele nagel. De Mystical Shimmer die is uitgehard. Ik ga nu glitters aanbrengen met de Rubber Base. Ik leg een beetje Rubber Base hier neer. En hier ga ik de glitter inlay inleggen. Ik heb gekozen voor een glitter met een blauw-gouden gloed. En die breng ik aan. Ik wil een beetje grote stukjes, maar ook wat kleinere stukjes. Ik heb de glitters uitgehard in de lamp. Ik ga nu verder met de blush Blend Cool. Omdat we hier een mooi effect mee gaan maken.
door het een beetje een milky-achtig iets te geven. Als eerste maak ik weer een zwemlaagje. Over de gehele nagel trekken we hem door. En nou komt mijn bouwlaagje. Ik zet hem neer en ik haal hem omhoog. Ik duw hem richting de nagelriem en verdeel hem. Nu neem ik hem langzaam mee naar beneden, maar ik blijf wel in het midden. Mijn nagel die is uitgehard. Ik ga nu de plaklaag verwijderen en nog heel eventjes met de vuil erlangs. We gaan nog heel even de vorm naveilen. Doe ik weer door de vinger een beetje naar mij toe te kantelen. Ik eindig in het midden. De zijkant een klein beetje recht. De nagel die is klaar. Zijn jullie benieuwd naar het eindresultaat? Dit is hem geworden. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en tot de volgende keer.